Het is en blijft een grap. Er gaat niemand dood. Het is niet zo dat je hier naar kijkt dat je de volgende opstaat en ineens wakker met ebola. Doe even normaal. Bij Voetbal Inside was daar vrijdag ineens Renate van der Gijp. Ja, hoe heb je daarna gekeken? Ik vond het fantastisch. Ik heb er echt smakelijk om gelachen. Toch is half Nederland woedend op Voetbal Inside. Terecht? Nou, nee. Ik word er een beetje moe van. Dat alles wat die mannen doen, dat meteen onder een vergrootglas ligt. En ik word er vooral heel erg moe van dat politiek correct Nederland altijd meteen met het vingertje staat te zwaaien en om een verbod roept op dat programma. Het COC, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, zijn hartstikke fout bezig. Zij denken helemaal niet in het belang van deze doelgroep, homo's, maar ook transgenders. Zij willen in mijn naam en in hun naam en in al die mensen hun naam, mensen de mond snoeren. En dat is geen activisme meer, dat is een dictatoriale trek en dat is doodeng. Dan denk ik, hebben jullie nou echt niks beters te doen? Want je zegt niet alleen iets over dat programma, maar je zegt ook iets over een deel van Nederland wat je jouw eigen progressieve mening wil opleggen. Welk type mens maakt van deze actie van Voetbal Inside een probleem? Ja, linkse social justice warrior, My Little Ponies, dat soort types. De homo's die je kent, hoe hebben die daarop gereageerd? Ik ken niemand die hier een probleem mee heeft. Echt, ik heb het ook nog even rondgevraagd aan homo's die ik ken. Ze hebben er allemaal kaart om gelachen. De LHBT, A tot en met Z en de rest van het alfabet gemeenschap, die hebben de incorrecte grappen zo'n beetje uitgevonden. En nu hebben ze toch minder humor dan de zelfmoordterrorist. Ja, dat is toch wel een dieptepunt. Toch heeft RTL besloten om met de mannen in gesprek te gaan. Is dat een goede zaak? Hoe denk jij dat dat gesprek gaat verlopen? Ik denk dat ze de deur dicht doen en dat iedereen dan heel hard moet lachen omdat Nederland het weer een heel weekend lang over VI heeft gehad. En dat, ze hebben hun zin. Dus het is een beetje voor de bühne. We gaan in gesprek, maar uiteindelijk zal het niet een kwaad woord vallen. Nee, ik denk niet dat RTL ook maar de minste aanvechting heeft om die heren van VI de mond te snoeren dan wel eruit te gooien. Het is en blijft een grap. Er gaat niemand dood. Het is niet zo dat je hier naar kijkt dat je de volgende opstaat en ineens wakker met ebola. Doe even normaal. Vanavond weer een nieuwe aflevering van Voetbal Inside. Zien we René van der Gijp of Renate van der Gijp? Ik kan me niet voorstellen dat hij dat grapje van Renate gaat doorzetten, maar ze zullen er geheid op terugkomen. En ze zullen ook wel zeggen van, weet je, mensen, maak je niet zo druk, waar lachen erom? En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat die Boudewijn-Bode zelf ook wel om kan lachen.